Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Artificial Intelligence, AI. Er is namelijk wat gebeurd en de hele markt staat op zijn kop. En wat er is gebeurd is dat China heeft met DeepSeek ineens een AI-applicatie die veel beter zou zijn dan ChatGPT. Prima. Is dat belangrijk? Nou, als het waar is, dan is dat wel belangrijk. En de reden is dat we in Europa nog steeds niet begrijpen wat eigenlijk de kern van AI is en waarom wij zo enorm afhankelijk aan het worden zijn van Amerika. En dat wil je eigenlijk helemaal niet hebben. Het punt is, ook in Europa hebben we bedrijven met AI die daarmee bezig zijn. En die daar de nodige applicaties op gemaakt hebben. Maar waar werken die op? Waar werken die mee? In Engeland bijvoorbeeld gaan ze miljarden investeren in start-ups. En die start-ups werken eigenlijk allemaal met de dataset van de Amerikanen. Van bijvoorbeeld een OpenAI of een Microsoft of een Amazon. En die dataset waarmee je begint, daar heb je dan een abonnement op. En op basis van die rekenkracht ga jij dan iets ontwikkelen. En dat is fantastisch, want dan hoef je dat niet zelf te ontwikkelen. Dus die hele voorfase, die hoef je niet te doen. Want die hebben Amazon, OpenAI en Microsoft al gedaan. Maar je moet daarop abonneren, dat is één. En het tweede is, ze kunnen het uitzetten. En als het uitzet, heb je niks meer. Want daar is jouw hele service op gebaseerd. OpenAI is fantastisch, maar nu zegt ineens China, oh, wij hebben iets beters. Nou, klopt dat? Is DeepSeek dan beter? Nou, die kans erop acht ik eerlijk gezegd heel klein. Want China is uit het niets ineens met dit gekomen. En de vraag is of ze dat kunnen met slechtere processoren, minder rekenkracht. Kan je dan iets maken in recordtijd dat beter is als ChatGPT? Misschien wel. Ik zeg niet dat het pertinent niet kan, maar het komt mij wel een beetje raar over dat dat zomaar kan. En natuurlijk is er zoiets als de remmende voorsprong. Hè, maar ik heb toch wel een beetje sceptisch of dit wel echt is. Of China hier niet vreselijk aan het overdrijven is. Maar wat wel nu het geval is, is dat heel veel mensen nu daar een abonnement op nemen. China doet dat dus wel goed. Hè, het feit dat je dus in feite een basisset bouwt en daarop anderen toegang geeft, is heel slim. Want zonder die basisset heb je niks. En China zorgt er nu voor, hoe goed of slecht het ook is, dat ze los van de Verenigde Staten komen te staan. En dat zal Europa ook moeten doen. Je wil niet hebben dat een bedrijf de basis vormt voor heel je economie. En of het nou Microsoft, OpenAI of Amazon is, je wil dat niet hebben dat je afhankelijk bent van zo'n bedrijf voor eigenlijk alle services die gaan lopen. En dat maakt dat we naar AI moeten gaan kijken als zijn van, hey, dit is eigenlijk een service zoals energie, ook dat is, en water. Dat zijn dingen die je als basisfaciliteit wil hebben en dus in feite in eigen handen wil houden. En dat doet Europa nog niet, want wij zeggen, oh, nou, neem nou maar een abonnementje daar en ontwikkel daar je apps maar op. Maar dat maakt ons dus eigenlijk veel te kwetsbaar. En wat we ook kunnen gaan denken van China, ze doen dat wel strategisch goed. Alleen ik vraag me af of China in staat is om met die mindere chips die ze hebben, hè, minder kwaliteit, minder rekenkracht, of die daadwerkelijk in staat zijn om AI-modellen te kunnen creëren daarop, zoals dat kan met de modellen van een OpenAI, Microsoft, Amazon, dergelijke. En die datasets die hun hebben, die zijn gigantisch. En ja, waar haalt China dan die kennis en basis vandaan om dat systeem van hun te vullen? Ik heb daar toch wel wat twijfels over van, kan dat in zo'n recordtijd? Als dat zo is, dan kunnen we nog hele grote verrassingen krijgen. Als werkelijk bedrijven in staat zijn om in enkele weken iets heel nieuws te verzinnen. Ja, dan dat geeft wel aan dat we dan op dat moment nog in een hele prille fase zitten. En ik dacht dat we al verder waren, maar ja, misschien ook wel niet. Misschien zitten we wel in die hele prille fase. Wat ik wel wat angstig voor ben, is dat allerlei wetgeving in Amerika om toch de scherpe kantjes ervan af te halen, worden nu door Trump weggehaald. Dus ook die bedrijven die ermee bezig zijn, krijgen nu alle ruimte om
alles te ontwikkelen. Om zo ver als ze maar willen te gaan daarin. En AI heeft natuurlijk een aantal trekjes die heel eng zijn. Het doen alsof het de waarheid is. Nieuwe waarheid creëren. Beelden maken van mensen die ze niet zelf, waar ze niet zelf bij waren. Maar het is net alsof ze dingen doen. Ja, dat deel, dat was in Amerika niet toegestaan. Daar werd echt op gelet. Dat is dus nu waarschijnlijk gewoon open weer. Het mag. En ja, dan moet je afvragen, wil je dat wel? Ik weet wel waarom Trump dat wil. Want hij wil dat zijn geheime dienst dat gewoon kan doen. En dat hij dan ook dat kan gaan gebruiken in binnen- of buitenland. Maar ik ben er niet blij mee. Maar ja, uiteindelijk gaan landen als een Rusland, China, in Iran, die gaan daar ook mee bezig. Het is hetzelfde als in oorlog. Wij gebruiken geen landmijnen meer. Nou, de oorlog in Oekraïne laat zien hoe belangrijk die dingen zijn. Dan kan je wel zeggen, ja, nee, maar wij staan daar boven. Ja, dan verlies je de oorlog. Dat is simpel zat. Dus ja, ook clustermunitie. Ja, nee, dat doen we niet, want dat is allemaal zo gruwelijk. Ja, ook dan verlies je de oorlog. Dus kies maar. En dat maakt het zo moeilijk. En AI ook. Je kan daar heel streng in zijn en zeggen, dat mag niet, dat mag niet. Maar je vijand doet het waarschijnlijk wel. En ja, dan is het dus het punt van, oké, wat ga je dan doen? En helaas is het zo dat we ons toch moeten voorbereiden op verslechterende omstandigheden, waarbij er van alles gebeurt. En ja, dat maakt dus dat AI ook een wapen is geworden. En helaas een heel sterk wapen. Dus daar zullen we toch echt wel wat mee te maken krijgen. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.